De familie Maas woont al vlakbij de snelweg, maar schrokken zich grot toen ze hoorden dat die binnenkort nog dichterbij komt te liggen. We staan hier bij de afrit Waalwijk Oost, afrit 39. Je kunt zien waar nu de snelweg loopt. De snelweg die komt straks lopen waar nu die pontonpalen staan. En dat is dus op 27 meter van een huis. En dat betekent... En nog meer overlast en nog meer geluid ook binnen overlast. En de oorzaak van het probleem is deze brug over het Drongelense kanaal. Hij is versleten en moet worden vervangen. En daarom moet er hier tijdelijk een noodbrug komen om de snelweg om te leiden. Het probleem van deze oplossing is dat de brug gelegd gaat worden dichter bij de bebouwing. Terwijl aan de overkant van de snelweg helemaal geen bebouwing is. Daar is voldoende ruimte. En dat zou betekenen dat er veel minder overlast voor de aanwonenden zou zijn. Je bent ermee vast naar Rijkswaterstaat gestapt om dat aan te kaarten. Ja, dat klopt. Maar die hebben de deuren gesloten. Want die zeggen dit is het plan en zo moet het worden uitgevoerd. We hebben de plek van de tijdelijke brug bepaald in nauw overleg met de gemeentes en met de provincie. Een harde eis van de gemeente was dat ze op een afrit Waalwijk Oost open moest blijven. En dat kan niet anders als met een brug aan de zuidkant. En wij hebben wel alternatieven aan proberen te dragen, alleen ja, daar wordt niet naar geluisterd. Maar dat is geen onwil, zegt Rijkswaterstaat. Er is gewoonweg te weinig tijd. De afspraak is dat het verkeer op 1 november 2015 van de huidige brug af moet zijn. Omdat die brug echt aan het einde van zijn levensduur is. En de plannen die zij hebben waren schetsen, die kunnen wij echt niet voor die tijd omzetten in concrete plannen. Dat kost te veel tijd. De bewoners laten het er niet bij zitten en vechten de zaak aan tot de Raad van State.